Berry Luisterburg was vanmorgen met zijn collega's aan het werk aan de Karlshoven in Breda toen ze plotseling iemand om hulp hoorden roepen. En op een gegeven moment zie ik mijn collega's wijzen naar het water hier zo, van ja, er is iets. Dus ik stap mijn bus uit en ik loop naar die kade toe daar zo, om te kijken wat er is. En inderdaad lag er een jonge man daar in het water te spartelen. Berry aarzelde geen moment en schoot de drenkeling te hulp. En ik ben gewoon vanaf die kant als waar erin gedoken. Met mijn kop naar voren, doordat ik van een duikplank afspring. Ja, dat is nog best wel een hoogte als ik dat zo eens zie. Het lukte Berry daarom in eerste instantie niet om terug op de hoge kade te klauteren. Want hier trokken ze ons eruit en halverwege viel ik er weer terug in. Ik had geen kracht meer om de touw vast te houden. Redder Berry en de matroos beleefden daarna enkele angstige minuten. Vandaar dat ze ons richting de schuine kant hadden getrokken. Dus daar zo, daar is het een heel stuk lager. Maar ja, als je de hele stuk nog door dat ijskoude water moet, dan wordt het niet vrolijk van, zeg maar. Maar ja, ik zeg al, ik was in ieder geval blij dat ze me er daar in ieder geval wel uit konden trekken. Berry Luisterburg en de drenkeling raakten onderkoeld en moesten worden behandeld in de ziekenauto. Hallo? Op het schip waar de drenkeling werkzaam is, hielden ze het na het incident even verder voor gezien. Toch belt even later de eigenaar van het schip naar Berry om hem namens de matroos te bedanken. Want ga er maar af aan en spring er maar in, want er waren toch een paar mensen die stonden te kijken en in eerste instantie eigenlijk geen actie ondernamen. Ja, en dan weet je niet wat de antwoord had geweest. Zo lopen er eigenlijk maar weinig rond, iedereen maar één keer eet. Dus op de tijd ook vrouwen en kinderen en doe het dan maar even. En precies daarom is Berry een echte held, zonder zwemdiploma. Vind ik bij deze heb ik mijn zwemdiploma wel gehaald, zeg maar.